Heren, goedenavond, hartelijk welkom bij de Kern van de Zaak. Een programma over ons recht in situaties waar eigenlijk niemand goed raad mee weet. Vanavond gaat het over vrouwen die stelselmatig door hun eigen man worden mishandeld en dan uiteindelijk geen andere uitweg meer zien dan die man dood te maken. Ik weet zeker dat hij me kapot had gemaakt als ik weg was gegaan. Al onze ruzies waren eigenlijk altijd gewelddadig. Het procesverbaal schetst een beeld van een mevrouw die gedurende lange jaren gevangen heeft gezeten in een relatie die in toenemende mate gewelddadig werd. Dat vertelt niet alleen zij, maar dat hebben ook haar buren verteld. Buren vertellen die met name de afgelopen maanden dat de relatie erg gewelddadig werd, dat er heel veel ruzie was en dat de buren ook konden horen dat er dingen sneuvelden in huis. Ik heb geen hulp gezocht. Ik durfde dat niet. Ik had hier het lef niet voor. De raadsman had aangevoerd dat mevrouw heeft gehandeld in psychische overmacht, dat ze zo gevangen zat in een gewelddadige relatie dat ze op geen enkel moment en geen enkel middel zag om daaruit te komen. Hij lag dus met zijn rug naar mij toe. Ik heb toen de metalen buis die naast mijn bed staat gepakt. Onze benadering was dat mevrouw weliswaar te maken heeft gehad met een situatie waarin ze veelvuldig mishandeld is geworden. Er erg veel geweld is gebruikt. Ze weinig bewegingsruimte meer gekregen heeft van haar man. Maar uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om, terwijl hij op het moment dat de ruzie eigenlijk min of meer over was, hem toch dood te slaan. En dat betekent dat ze naar ons idee geen beroep kon doen op een noodweer, omdat ze niet ogenblikkelijk op dat moment meer bedreigd werd. En dat maakt dat we haar strafbaar hebben geacht voor doodslag. Ik was bang dat hij me weer zou slaan. Ik sloeg hem om te voorkomen dat ik weer geslagen werd. Ze heeft hem op het verkeerde moment doodgeslagen. Je mag je verweren op het moment dat jou zelf iets wordt aangedaan. Op het moment dat jou zelf niks meer wordt aangedaan en je kiest ervoor om een dergelijk rigoureus middel te kiezen, dan ben je fout. Misschien heb ik hem 10 of 13 keer geslagen. Ik sloeg alleen op zijn hoofd. Toen ik aan zijn kant van het bed was, zag ik dat hij niet meer bewoog. En zo werd de vraag wel straffen of niet straffen, dus eigenlijk een kwestie van timing. De vrouw die klem staat in een hoek en geschopt en geslagen wordt, die mag uithalen. En de vrouw die pas 3 uur later, als hij slaapt, de moed opbrengt, die hangt. En die wordt in naam der wet streng gestraft. Die mevrouw uit het filmpje kreeg overigens 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het lijkt billijk, maar is het dat ook altijd? Wij gaan daar voor de discussie maar eens dwars tegen in. En onze stelling is dan ook, het straffen van vrouwen die na jarenlange mishandeling hun partner doodmaken, dat is niet rechtvaardig.